Dankzij onze camera's worden sommige van de vreemdste voorvallen tegenwoordig op het internet geüpload. Van verrassend gedrag van dieren en verbijsterende close call ontmoetingen tot verbazingwekkende en angstige momenten die echte mensen meemaakten, hier zijn enkele momenten die niemand zou geloven als ze niet gefilmd waren. Yeah! 15. Levensechte Baloo. Wist je dat wanneer een beer met zijn rug tegen een boom schuurt, dit geen poging is om aan een jeukplekje te krabben? Ze voeren dit gedrag uit om met elkaar te communiceren bij het zoeken naar een potentiële partner voor de voortplanting. Op deze video is te zien hoe een beer zijn geur over deze paal wrijft en er grondig van geniet. Kijk hoe hij zijn grote lichaam heen en weer beweegt alsof hij swingt op een bepaald deuntje, net als Baloo uit de Disney animatiefilm Jungle Book. Ik vraag me af welke vrouwelijke beer hem zo opgewonden heeft. Nou, laten we hopen dat hij haar te pakken krijgt. 14. Apenstreken. Orang-oetangs zijn berucht om hun vurige temperament, vooral als ze door mensen geprovoceerd worden. We zijn benieuwd wat deze man deed om deze aap te irriteren. De aap lijkt erop gebrand hem een lesje te leren, maar goed dat hij niet door de tralies geraakt. Deze aanval ziet er meedogenloos uit. De aap, die zich aan het shirt van het slachtoffer vastklampt, hem aan zijn been rukt en het daaruit ontstaande getouw trekt tussen de aap en de metgezel van de man. We kunnen alleen maar hopen dat het slachtoffer niet gewond raakt. Maar één ding is zeker, dit is de laatste keer dat de jonge man naast een apenkooi gaat staan. 13. Meest ongewone maatjes. Alligators staan bekend om hun vraatzucht en verslinden alles wat op hun pad komt. Van vissen en weekdieren tot amfibieën en zelfs de meest ongewone prooien, een hongerige alligator is niet kieskeurig. Omdat ze zich meestal in hetzelfde gebied ophouden, zal een alligator, als hij een schildpad ziet, proberen er zijn maaltijd van te maken. Dus je kan wel begrijpen hoe verbaasd wij waren toen we dit filmpje op het internet zagen. Hier zie je ze chillen terwijl ze in de middag hitte zwemmen en de schildpad biedt de krokodil een high five aan als hij voorbij zwemt. We kunnen niet anders dan onder de indruk zijn van de vreemde relatie tussen deze twee ongewone maatjes. 12. Dinergast. Deze bizarre video toont een rat die een maaltijd eet uit dezelfde kom als twee katten. Je ziet hoe een van de katten een beetje opzij gaat om de rat meer ruimte te geven, terwijl de andere onaangedaan doorgaat met eten. Zou dit een scène uit Tom en Jerry zijn of een reclame voor wereldvrede? Sommige mensen zouden kunnen zeggen dat de katten meer dan genoeg voedsel voor zichzelf hebben. Daarom vinden ze het niet vervelend om het te delen met een natuurlijke vijand die ze anders als avondeten zouden opeten. Maar hoe dan ook, het is altijd goed om te zien dat dieren met elkaar kunnen omgaan. 11. Alle voor één. Reuzenotters zijn intelligente, speelse dieren die in groepen van minstens 4 of meer individuen leven. In deze geweldige video is het ongelooflijk om te zien hoe deze otters de plek niet verlaten zonder ervoor te zorgen dat elk lid van een groep het haalt. Zie hoe de leider terugkeert om de arme kerel te helpen over de muur te klimmen, tot hij daarin slaagt. Het lijkt erop dat deze otters dezelfde slogan hebben aangenomen als het Marine Corps van de Verenigde Staten. Tot ze thuis zijn, blijft geen mens, of otter in dit geval, achter. 10. Boswandeling. Het dierenrijk blijft ons maar verbazen, maar deze video is op alle mogelijke manieren meer dan bizar. In de meeste real-life dierenvideo's waarin een prooi en een roofdier betrokken zijn, zien wij het roofdier langzaam achter een nietsvermoedende prooi aansluipen in een poging een maaltijd te bemachtigen. Maar dat is niet het geval in deze video, die op het internet ontdekt werd. We zijn er getuige van hoe twee natuurlijke vijanden, een hert en een puma, 's nachts door het bos struinen. Verbazingwekkend volgt het hert de puma zonder duidelijke angst, alsof de twee oude vrienden zijn die na een avondje stappen naar huis gaan. Eerlijk, ze konden het niet meer Hakuna Matata-achtig maken dan dit. 9. Avontuurlijke gier. Ondanks hun reputatie vallen gieren nooit mensen aan. In deze recente populaire video zien we een zwarte gier onder een Spaans sprekende paraglider duiken, wat een ongelooflijke ontmoeting met de natuur oplevert. De vogel besluit al gauw om wat dichterbij te komen en landt op de voet van de paraglider. De ervaring brengt de man zo in vervoering dat hij zijn handen uitstrekt en over de veren van de vogel strijkt. Maar nu serieus, gezien het feit dat men gelooft dat deze vogel wordt aangetrokken door de geur van rottende karkassen, hoe verschrikkelijk denk je dat de voeten van deze man ruiken? 8. Vliegende pizza. Er is een grote verscheidenheid aan materiaal op het internet te vinden, maar deze is erg intrigerend. Op de video is te zien hoe een vogel er vandoor gaat met een pizza. Ja, dat heb je goed gehoord. Sinds de video werd gepubliceerd, heeft hij het internet helemaal overhoop gehaald. En miljoenen likes, shares en humoristische commentaren verzameld. Ik neem aan dat dit kan gebeuren als je je maaltijd onbeheerd in je achtertuin achterlaat.
Dus laat je pizza snijden, zodat een vogel maar een kleine takeaway maaltijd heeft. 7. Thor. Volgens mythologie, legende en Hollywood leven er goden onder ons. Voor sommigen lijkt deze gedachte bespottelijk en schandalig, alsof het de verbeelding is van een langzaam falende geest. Maar in deze video zien we een jongeman de straat oplopen. Hij maakt zich bekend als Thor, de Noorse god van de donder, en de hemel groeten met een bliksemflits. Het is ongelooflijk hoe hij zijn houding vasthield en niet terugdeinsde, ondanks het hemelse vuurwerk dat voor hem afging. Het is gemakkelijk je te laten misleiden door te denken dat wat je net meemaakte geen spectaculair toeval was. Of was dat het toch niet? Is het mogelijk dat er toch aardse goden bestaan? 6. Ventilator valt. Wat een gewone schooldag had moeten worden, liep bijna uit op een ernstig ongeluk. Een ventilator aan een plafond viel op een jongen die eronder zat terwijl hij heen en weer schommelde, in een poging misschien de moeilijke wiskundige opgave die voor hem lag te begrijpen. Het ontbrak de jongen aan snelle reflexen en hij sprong niet weg toen de ventilator uit het niets op hem viel. Het leek erop dat hij niet al te erg gewond was, want hij stond snel recht. Het voorval werd vastgelegd op de bewakingscamera in het klaslokaal. Natuurlijk waren de andere leerlingen geschokt, maar niemand was zo geschokt als de lerares die snel naar achteren dook, doodsbang over wat er zojuist gebeurd was. 5. Ongewenste gasten in huis. Honderden trekvogels zijn op zich al iets bijzonders om te zien, maar als ze naar je huis vliegen is het een heel ander verhaal. Dit huis in Torrance, Californië werd overspoeld door migrerende spreeuwen. Ja, de vogels zaten in het huis. Honderden waren het. De vogels cirkelden rond de schoorsteen voor ze naar beneden doken en binnen gevangen raakten. De huiseigenaren konden hun ogen niet geloven en zeiden dat de vogelinvasie leek op een horrorscene uit de film The Birds van Alfred Hitchcock. Hun huis was letterlijk besmet geraakt met de vogels, waardoor ze genoodzaakt waren in een hotel te verblijven tot de brandweer ze er stuk voor stuk uit hadden gehaald. Behalve dat ze ongewenste huisgasten waren, lieten de vogels ook overal vogelpoep achter. 4. Tegen weer en wind. De mens heeft vanaf het begin der tijden geprobeerd de macht te verkrijgen over elk aspect van zijn omgeving. En het element wind vormt daarop geen uitzondering. Het is enigszins schrijnend om te zien hoe de mensheid aan het kortste eind trekt bij elk gevecht in deze compilatie van video's die epische botsingen laten zien tussen de mens en moeder natuur. Of preciezer, de wind. Maar aan de andere kant levert het een leuke kijkervaring op. 3. Dorstige slang. Slangen, of je krijgt er de kriebels van of niet. De meeste mensen beven bij hun aanblik, vooral als ze hun giftanden onthullen, zich klaarmakend om te bijten, of als je ziet hoe ze hun slachtoffer verslinden. Al bij al is het zien van een slang die water drinkt een vrij zeldzame aanblik. Dit is het ontroerende moment waarop een dorstige slang in Thailand zijn uitgedroogde keel laat bewateren door passerende wandelaars. Op het filmpje is te zien hoe de slang het heldere vocht zo van de onbeschermde handpalm van de wandelaar opslurpt. Gelukkig deed de slang geen poging om in de hand te bijten. Het is belangrijk om vriendelijk te zijn voor dieren en zo, maar daarbij je hand aanbieden als slangenvoer, 2. Een succesvolle ontsnapping. Toen deze vrachtwagen schijnbaar uit het niets verscheen en op een afreed, ontsnapten de drie ternauwernood aan een enkele reis naar de andere kant. Hoe kon dit gebeuren? Hadden ze het verbodsbord gemist of was de vrachtwagenchauffeur door het rood gereden? Ik ben er zeker van dat een hogere macht over hen waakte om nog maar te zwijgen van de bliksemsnelle reflexen van de man. Jazeker, gelukkig werd een mogelijk dodelijk ongeluk vermeden. 1. Prehistorische wezens. Van legendarische wezens tot ufo's, mensen houden van een goed mysterie. Maar wat als we je vertellen dat de vliegende pterosaurus waarvan we dachten dat ze al miljoenen jaren geleden uitgestorven waren, op de een of andere manier nog steeds op aarde rondzwerft? Je zou toch om bewijs vragen? Getuigenverslagen van de ropen, zoals dit mysterieuze wezen wordt genoemd, op het eiland Omboy, Papua-Nieuw-Guinea, beschrijven een groot nachtelijk gevleugeld schepsel dat tijdens de vlucht zelfbeheerste bioluminescentie toepast. Wanneer het bij daglicht gezien werd, kwam de beschrijving overeen met die van een pterodactylus. Zou het ook verband kunnen houden met oude legenden over vuurspurende draken? Deel je gedachten in de comments. Vergeet niet ons kanaal te bekijken als je van deze video genoten hebt. Bedankt voor het kijken.